Ik heb 33 jaar de cijfers bij het CBS mogen duiden. En ik heb nooit een mening mogen hebben. En het leek me toch wel heel erg handig om nu ook eens een mening te hebben op basis van die cijfers. Nieuwe Oogst interviewt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing een aantal landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Cor Pierik staat zesde op de kandidatenlijst van de Boer-Burgerbeweging. Hij is naast hobbyboer al jaren landbouwwoordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik wil graag op basis van feitenkennis over de landbouw ervoor zorgen dat het landbouwbeleid in Nederland een veel duidelijker aanzien zal krijgen. Dus nou eindelijk als er een politicus wat roept waarvan u zegt van dat kan niet kloppen, dan rent u meteen naar voren? Nou, ik zal in ieder geval die feiten heel snel in het debat gebruiken. De BBB vindt voedsel, water en energie cruciale elementen in Nederland en wil op deze gebieden zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland. Toch ziet BBB ook dat het gevolg van innovaties en maatregelen kan zijn dat er ook minder vee komt. Ja, we vinden dat de positie van de landbouw heel belangrijk is in ons land. Dus dat betekent ook de intensieve veehouderij. Maar dat de intensieve veehouderij ook na 2040 er anders zal uitzien, ja, dat leidt geen twijfel. Mm-hmm. En we zien natuurlijk ook al de laatste 10, 20 jaar dat de veestapel behoorlijk gekrompen is. Inmiddels hebben we 10% minder varkens dan 10 jaar geleden. En die autonome ontwikkeling als het gaat om de krimp van de veestapel, die zal zich ongetwijfeld voortzetten. Maar we willen absoluut niet als doel minder vee. Dat kan hooguit een middel zijn. Of dat kan hooguit een onderdeel zijn van het beleid wat je uitstippelt. Maar het gaat ons om emissies. Het gaat ons om een duurzamere landbouw. BBB wil na de verkiezingen graag meeregeren. En ik denk gezien onze positie in de Eerste Kamer dat het ook heel handig is om de BBB te betrekken bij coalitieonderhandelingen. En daar zijn we ook helemaal klaar voor. Ja. En dan, u vertelde straks al even, niet voor alleen de komende 4 jaar, hè? Nee, we willen graag een regieakkoord in de onderhandelingen. En dat betekent dat je een stip op de horizon zet voor 2020. Dat je zegt, nou, maar in 2040 moet de landbouw zo uitzien. En op basis van het regieakkoord ga je langzaam toewerken naar de doelen die je uitstippelt voor 2040. Dus tot 2040 zitten jullie in de coalitie? Ik zou het geweldig vinden om dat te kunnen doen. Maar we moeten de kiezer eerst het woord geven op 22 november.